Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de dood van Stefanus aan de hand van Handelingen 7, vers 54 tot en met 60. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie lezen. Handelingen 7, vers 54 tot en met 60. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte gaat over de eerste martelaar in de geschiedenis van de christelijke kerk. Stefanus was vervuld door de Heilige Geest en deed veel wonderen. In de synagoge gingen de schriftgeleerden de discussie met hem aan, maar zij waren niet opgewassen tegen de wijsheid die Stefanus van de Heere kreeg. Gefrustreerd slepen ze hem naar de hoge priester en de raad, waar hij ter verantwoording wordt geroepen. Stefanus begint vrijmoedig te vertellen over de geschiedenis van Gods volk, over de profeten en hoe zij vervolgd werden. Hij wijst de raad erop dat ze de Heilige Geest tegenwerken, zoals hun voorouders dat ook al deden. De raad is woedend. Stefanus legt de vinger op de zere plek. Ze kunnen zijn woorden niet meer aanhoren. Op dat moment raakt Stefanus zo intens vervuld met de Heilige Geest dat hij de woede van de raad niet meer ziet. In plaats daarvan krijgt hij een inkijkje in de hemel. Hij ziet de Heere Jezus aan de rechterhand van God. Op dat moment staat hij nog voor de raad en hij getuigt van wat hij ziet. De raad sluit zich krampachtig af voor zijn woorden, die voor hen een serieuze bedreiging zijn. Als Jezus inderdaad in de hemel naast God de Vader staat, dan hebben zij een onschuldige ter dood gebracht en kan de straf van God niet uitblijven. De raad is buiten zinnen. Zonder dat er eerst nog een veroordeling aan te pas komt, sleuren ze Stefanus de stad uit om hem te doden. Ze willen hem koste wat kost zo snel mogelijk dood hebben, om dan later wel te zien of dat rechtvaardig was. Ze zetten het recht even aan de kant, de woede neemt de overhand. Terwijl zij Stefanus stenigen, weet hij dat hij ingaat in de heerlijkheid van het eeuwige leven. Terwijl hij sterft, bidt hij tot Jezus, waardoor nog eens duidelijk zichtbaar wordt dat Jezus God is. Immers, tot een mens kun je niet bidden, alleen tot God. Terwijl Stefanus zijn laatste adem uitblaast, bidt hij om vergeving voor degenen die hem stenigen. Wat een zegen is het als je zo vervuld wordt door de Heilige Geest dat je de hemel geopend ziet. Stefanus heeft de Heere gediend met heel zijn hart en mag nu ingaan in de hemel. Hoe gruwelijk deze steniging ook is, uiteindelijk is dit een hele mooie manier om te overlijden. Het leven tot eer van God was zo belangrijk geworden voor Stefanus, dat al het aardse erbij verbleekte.
Vol vertrouwen geeft hij zijn ziel in Jezus' hand om in te gaan in de heerlijkheid. Stefanus leefde heel dicht bij de Here en mag nu voor altijd bij hem zijn. Bid dan, dat je ook zo door de Heilige Geest vervuld mag worden, dat al het aardse onbelangrijk wordt. Een leven heel dicht bij de Here is het mooiste dat je je kan wensen. En als dan vroeg of laat het einde van je aardse leven komt, op welke manier dan ook, dan mag je vol vertrouwen ingaan in het eeuwige leven, waar je voor altijd bij de Schepper mag zijn. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.